Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik ga straks even naar de kapper. En daarna, dan is mama hier even, want wij hebben samen een auto en zij hebben de auto nodig. Dus dat is mooi, 2-in-1. Ik ben gisteren weer bij de fysio geweest en die heeft me los geprobeerd te masseren en ook deels gekraakt, maar dat ging nog niet heel goed. Ik zal even uit de badkamer gaan voor de herrie. En ik was maandag bij de osteopaat hebben jullie gezien en ik moet dus nu naar een of andere, mijn stuitje staat scheef en mijn ruggenwervel. Dus ik moet naar een of andere guru op het gebied van manuele therapie, dus op het gebied van kraken, en die gaat dat recht zetten. En toen ik de fysio daarover vertelde, zei ze: oh, ik ga je daarna even bellen, want ik ben heel benieuwd, want die man is echt een begrip, schijnbaar in den landen. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Het is volgende week, ik moet ook gehaald worden. Ik mag niet meer alleen naar huis, zeg maar dan. Zeg, ik mag niet zelf rijden en zo. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, dat valt op mijn stuitje, heeft wel een beetje een nasteep. Het is verder heel rottig weer. Ik ga vanavond stappen met vriendinnetjes, of eigenlijk wijntjes drinken. Super gezellig, heel veel zin in. Ik hoop alleen niet dat het regent als ik heen fiets. Maar ik ben nog even in twijfel wat Niels en ik vanmiddag gaan doen. Want als het de hele dag regent, dan zit je anders ook maar zo binnen. Maar aan de andere kant, ik heb ook niet echt een auto nu. Dus ik weet het niet. Muisje ook. Muisje ook in de bak. In de bak. Dat is netjes aan het opruimen. Goed zo. Dat is alles netjes aan het opruimen. Want ik heb gezegd dat als hij dat allemaal heeft opgeruimd, alle knuffels in de bak en de kussens op de bank, dat hij dan even buurman mocht kijken. Nou, en dat heel netjes doet hij dat. Hij legt het ook helemaal. Er zijn nu de kussens netjes op de bank te leggen, maar niet, hij legt ze niet gewoon neer. Ja. Kan je er niet op? Oh, zal ik even helpen? Dus ik ga even bloemen halen voor oma. Omdat oma zo lief voor me heeft gezorgd met mijn nek. En ook een beetje voor opa en Niels. Maar mijn moeder is gewoon echt een paar keer even bijgesprongen omdat ik eigenlijk niet mag tillen. Wil je lekker zitten? Zo, hij zit in de wagen. Maar echt heel lief, dus ik ga de bloemetjes halen. Het is een heel mooi herfstachtig zonnetje, dus we lopen lekker buiten. We zijn weer thuis. Ik heb trouwens weer mijn Friday trui aan. Ik zag trouwens bij de Hennis voor kinderen in dezezelfde kleur. En dan ook iets met Hello Friday of zo erop. Ik dacht echt, wauw, dan zijn Niels en ik echt sweater twins. Maar heb ik maar niet gedaan. ik kreeg een heel leuk pakketje binnen. Dat wilde ik even laten zien. Dit is van Lucardi. Ik heb van hen, mocht ik een paar ringetjes uitzoeken. En dat heb ik gedaan. Dus die wilde ik even met je delen. Zo. Ik heb ze al even uit het zakje gehaald. Want ik dacht anders dan wordt het helemaal niks. Ik heb een aantal ringetjes uitgekozen. 3 om precies te zijn. Dus ik wil ze even met je delen. Want ik ben er heel erg blij mee. Ik ben gek op ringen. Tegenwoordig sinds ik Niels heb doe ik eigenlijk bijna nooit meer. Ketting nog heel soms. Maar eigenlijk bijna nooit meer oorbellen. Mijn gaatjes waren laatst ook dichtgegroeid. En heb ik wel weer even wat ingedaan. Maar ik weet niet, om een of andere reden ben ik het. Vroeger voelde ik me kaal zonder oorbellen. En nu voel ik me kerstboom met. Bij mijn haar is trouwens echt niet meer. Ik ga zo natuurlijk naar de kapper. Of kerstboom met. Ik vind het gewoon ineens heel gek of zo. Dat is heel raar. Maar terwijl ik vroeger altijd oorbellen in had. Maar horloges, armbandjes en ringen. Dat vind ik dus. Ja, daar ben ik dan helemaal gek op. Dus ik ben heel blij met deze ringetjes. Ik ga ze even laten zien. Ik zet jullie even zo. Hoppa. De eerste is een zilveren. En ik word altijd heel blij, van Lucardi. Omdat zij kleine maten hebben. En ik heb kleine vingers. Dus ik vind het altijd heel fijn. Deze heb ik een half maatje groter besteld dan normaal. Dit is een 16,5. Normaal heb ik 16. Maar omdat dit zo'n 3-ring is. Dit zijn dus 3
gaat hij focussen of blijft hij focussen op mij? Dit zijn dus drie losse ringen aan elkaar. Een soort goocheltruc van de ringen, zeg maar. Zo. En doordat ze dus... kaartje ertussen. Dat vind ik een heel mooi effect geeft. Ik ben sowieso altijd... ben wel heel erg van simpele ringen. Soms doe ik wel een hele chunky ring bij een bepaalde outfit of zo. Maar ik vind in basis vind ik gewoon simpele ringen het mooist. Deze vind ik heel mooi. Het zijn gewoon drie ringetjes aan elkaar. En dan heb ik nog wat zeg maar, ringetjes waarmee je een beetje kan stapelen. Als eerste deze. Die heb ik dan wel volgens mij in een 16. Dit is zeg maar een hele simpele ring. En dan heeft hij een klein, zo'n soort bar zit erop. Een beetje kunt zien. Deze is roze goud, want ik ben natuurlijk gek op roze goud. Deze is zilver, maar de rest is roze goud, want ik, because I love it. Zo. Deze vind ik heel mooi, gewoon heel simpel. Maar daardoor hou ik er juist van en dat draag ik dus gewoon, nou, dit soort combinaties met, nou, een elastiekje dan, maar dan, dit is mijn klushorloge en dan een armbandje. En deze, en die vind ik ook heel leuk. En deze zag ik, en dit was de eerste die ik uitkoos. Omdat ik vind, je hebt bij Pandora, is niet helemaal mijn stijl, maar sommige ringen vind ik heel mooi. En één daarvan lijkt heel erg op deze. En dat vind ik een hele leuke stapelring. Dit is dus ook een roze gouden ring, maar dan met allemaal balletjes. Dus ben ik heel blij mee. En ik dacht, die kan ik dus ook stapelen. Ik heb nog meer natuurlijk roze gouden ringen, maar dan kan je gewoon zo'n stapeltje maken van ringetjes. Dus... super bedankt, Lucardi. Ik ben er heel blij mee. Ik zal het linkje ook even hier onderin zetten. Dan kunnen jullie daarnaar kijken als je het leuk vindt. En ze waren ook heel betaalbaar trouwens. Want volgens mij waren er twee van 20 euro en één zelfs maar een tientje. Dus echt, echt heel betaalbaar. En ja, zeker als je kleine vingers hebt, is Lucardi vind ik echt een aanrader. Omdat heel veel winkels gaan niet tot 16 of zelfs 15,5. Zeg maar. Heel veel winkels hebben dat niet. Dus... nou, tegenwoordig trouwens wel meer hoor. Vroeger was het erger. Maar tegenwoordig wel iets meer. Dus nou, deze ringen. Ik ga nu naar de kapper, want het is hoog nodig. Ik word weer geknipt. Net gewassen. Ik ben terug van de kapper en dit is het resultaat. Ze heeft er even een beetje een slag in gemaakt. Dus, nou, ik ben er weer blij mee. Ik was trouwens weer bij Salon B, net als vorige keer. Het is inmiddels al best wel weer laat. Het is alweer 4:30. Ik heb niet zoveel beleefd. Ik heb gewoon lekker met Niels gespeeld. Ik ga zo even bedenken. Ik ga zo even op de buienradar kijken wanneer het droog is. Dan gaan we even naar de supermarkt. Supermarkt. En ik ga even bedenken wat ik aan doe vanavond. Dan hoef ik dat straks. Want ik denk dat ik wel redelijk snel nadat ik hem in bed heb gelegd moet gaan. Dus dan schiet ik het even snel aan. Dat vind ik wel lekker als ik dat al bedacht. Rustig dagje. Doei. Niels zit in de boot. We hebben net een mooi kasteel. Een kasteel gebouwd. En mama heeft heel schattig dit gemaakt. Ze had zin om te breien. Toen heeft ze een vest gemaakt voor Beer. Dit is een van Niels' favorieten. Dan heeft ze achterop ook Beer gezet. En dan heeft ze grote knopen gedaan, zodat Niels daar op een gegeven moment mee kan gaan oefenen. Nou, hartstikke leuk. Gaat schattig, toch? Dezelfde kleur als de boot. Nou, dan moet hij iets uit. Mama, een chappel. Wat zeg je? Oh. Nou, dus we zijn lekker bezig. Het zou dus droog worden, maar uiteraard is dat weer niet het geval. Dag lieverd, goede reis. Ja, de boot gaat weg. Doei. Doei. Dus, nou, ik wacht maar even tot het droog wordt. Ik had dus beter eerst kunnen gaan. Het ging pas later regenen dan gepland. Zal ik het net zien? Ik lach me schil hier. Een pluisje? Ja. Kan ik even helpen? Is hij weg? Nee. Nee? Pam. 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 Pam.
Ik heb me klaargemaakt. We gaan zo borrelen. Ik wilde eigenlijk mijn rode jurkje aan. Maar ik hoorde dat iedereen t-shirts, schimpen, truien, dat soort dingen aan. Dus ik dacht, oké, dan is mijn rode jurkje misschien... Ik ben de enige. Zij waren op zich voor, maar ja, ik zit erin. Dus dit is wat ik nu aan heb. Ik zal het even laten zien. Dit is wat ik nu aan heb. Een kanten top. Deze is van Costus. En een spijkboek, volgens mij Bershka of Stradivarius. Gewoon heel simpel. En ik doe er natuurlijk nog schoenen bij. Gewoon simpele zwarte laarsjes. Over 10 minuten moet ik de deur uit en ik ben klaar. Nou, that's a first. Ik zie iets rechts op tv. Oh, zolang mijn wenkbrauw is meegedonken, dat valt mee. Ik heb mijn nieuwe ring om. Met mijn horloges van ASOS. En dat armbandje is al heel lang geleden van My Jewelry. En ik heb weer eens mijn Dior lipstick op die ik kreeg toen ik bevallen was van Niels. Bevallen was. Ik moest even nadenken of was het daarvoor al. Maar nee, toen ik bevallen was, toen kreeg ik het. Ik heb er zin in. Nu zit ik te slapen. Ik ga jullie niet meenemen. Ik ga gewoon lekker een avondje borrelen met vriendinnetjes. En dan zien jullie mij morgen weer. Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben wakker. Het is inmiddels... Vijf voor tien. Ik mocht van Sven een beetje uitslapen. Maar ik word gewoon toch wakker van alle geluiden. Dus ik heb nog wel tot 8:30 geloof ik in mijn bed gelegen. Oh, ik ga even maar liggen. Oh. Maar toen ben ik er maar uitgegaan. Dus ik heb niet heel lang geslapen. Want ik lag om 3:30 op bed. Het was echt zo gezellig. En het was wel grappig, want ik was dus met 3 vriendinnetjes. Dus we waren met z'n vieren. En 2 daarvan zijn mama. Dus ik en nog een ander vriendinnetje. En wij dachten om 11:00, nou, het is goed geweest. We gaan zomaar eens op huis aan. En ineens was het 3:00. Dat is zo gek hoe dat gaat. Maar het was echt heel gezellig. Dus het was een hele leuke avond. Nu ben ik moe. dat is een beetje het dingetje. Ik weet nog niet goed wat we gaan doen vandaag, want het is nu een beetje regenachtig, maar volgens mij wordt het zo wel droog. En ik zat al even te kijken op Bier en Appelsap. Dat is zeg maar een site waar je zeg maar allemaal dingen kan zien met kinderen rond Utrecht, zeg maar. Maar het is allemaal niet echt voor zijn leeftijd. Of het is echt buiten en het heeft natuurlijk zoveel geregend dat ik dacht, ja, heb ik echt zin om echt volledig in de modder te gaan? Ja, ook niet echt. Dus misschien dat het gewoon een beetje omhuis wordt, maar we weten het gewoon niet, daar komt het een beetje op neer. Het is natuurlijk wel herfstvakantie, dus heel veel dingen zijn ook gewoon heel druk nu. Ook niet heel veel behoefte aan op dit moment. Dus moeten we nog even kijken. Ik heb hem even lekker gescrubt met deze Apri Exfoliating Scrub Cream. Dit is zeg maar voor mijn jeugdsentiment. Dit had ik vroeger. Dit vind ik echt, dit is een hele grove korrel. Dat doe ik bijna nooit, maar ik vind het voelt wel heel fijn. Dan een beetje subtiel uiteraard. En daarna dit masker van Vichy. Dit is een peeling masker. En dit is lekker. Dat kunnen we natuurlijk nu wel gebruiken. Dus dat heb ik nu op mijn hoofd zitten. Ga ik me even insmeren. En dan tegen de tijd dat allemaal gedaan is, dan kan hij er alweer af. En dan ga ik me lekker optutten. We zijn aan het dansen op het mijntjespel. Nee, dat doe je man. Dat is wat we klimmen. Nou, waar we geen plannen hadden vandaag zijn we dus inmiddels, is Niels naar de kapper geweest. Die was namelijk vorige keer heel verkeerd geknipt en nu zit het weer een soort van, dus het is heel fijn. En nu gaan we naar het bos, want het is ineens hartstikke lekker zonnig. En toen dachten we, ja, Sven had bedacht, bos, we gaan naar het bos. Dus we gaan nu naar het bos. Moeten we weer op tijd terug zijn voor de boodschappen die bezorgd worden. Maar we gaan gewoon even een uurtje of zo wandelen. Niels, wat is een bos? Daar. Bos? Een bos is een park met bomen.
hij zei net dat we naar het park gingen en toen zeiden wij nee, naar het bos. Een bos is een groot... Een bos, dat is een groot park. Met bomen. Er zijn bomen in het bos. Dus we zeiden een park of een bos is een groot park. En daarna heb ik nog achteraan gezet met bomen gewoon. Ja, dat gaat heel goed. Niels kan heel... Niels gaat echt, praat echt alles en zegt hij na het uur. Dat is echt heel schattig. Ja, niet meer vloeken. Dus we gaan er lekker het bos in. We gaan pannenkoeken eten en ik zie gelukkig dat ze hier ook glutenvrije, lactosevrije dingen hebben. Dus daar ga ik voor. En Niels gaat voor de huis van Muis. Waar is je wezen spelen, Niels? Kan ik helpen, joh. Pannenkoek. Pannenkoek. Nou, Niels vindt het heerlijk. Zwerft ook. En is hij bij jou ook lekker, schat? En mijne komt zo. Ik heb een special one gegeten. En nu gaan we weer richting de auto. Niels heeft een slag suiker, dus die is voorlopig nog niet moe. Oh, hij eet bijna nooit suiker, dus nu zit de motor erop. Ja, kom maar. Maar het is heerlijk en ik heb geen jas aan. Zo lekker weer is het. Nu gaan we naar huis, anders zijn we te laat voor de boodschappen. Niels. Rent papa te hard. Papa. Hij wilde net de andere kant op. Maar we gaan hierheen. Dan gaan we langs het water terug. Oh, we zijn trouwens in Rijnauw. Ik weet niet of ik dat had gezegd. Oh, nee, nee. We hebben de boodschappen binnen en we kregen dit erbij. Omdat wij... dit was onze 25e bezorging. Ik weet niet wat er in de envelop zit. Ik zal eens even kijken. Een heerlijk doosje celebrations als bedankje dat je alweer voor je allel weer je 25e bestelling. Nou, dat doen ze wel leuk. Wij zijn even, we hebben net de spullen uitgepakt en nu gaan we even opruimen en dat soort dingen, zodat het huis gewoon lekker aan kant is voor dit weekend. Goedemorgen, of eigenlijk inmiddels al middag, het is 12:15. Ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd, ik was echt zo moe. En we zijn ook echt, nou volgens mij lagen we 11:15 zo in bed. In bed. En Niels werd pas om 8:00 wakker. Dus wij ook. Nou, dat was een portie lekker. Sven is met Niels naar de Lego beurs samen met een vriend van hem. Ik heb gesport. Een beetje aan het nahijgen, want ik heb daarna gedoucht en de wassen gedraaid en opgehangen en gedaan. Dus ik ga nu even lekker lunchen. Of tenminste, ik weet niet wat de heren doen, maar omdat ik heb gesport, verga ik echt van de honger nu. Dus ik heb even een uipan, of uisoepje. Zo, dit gaat goed hoor. Een uisoepje in de pan gedaan. Dus die ga ik gewoon even eten. En dan, dan zie ik wel even of de mannen hier eten of niet. En anders eet ik straks nog ergens een boterham. Niels heeft allemaal mooie stickers en een kleurplaat gekregen. Hè, Niels, bij de Lego beurs. Ja. Wat is dat? Dus, nou, dat ga ik dus nu allemaal uitpakken. Dat vind ik altijd heel zonde, maar weet je, als hij het naar zijn zin heeft, is het net wakker. Wij zijn in de stroomregen blaadjes aan het zoeken om een leeuw van te kunnen maken. The things you do for love. De bladeren liggen hier te drogen en de chef is bezig met El Pizza. Vandaag gaan we change it up for once. Met salami. Trouwens nog wat dingetjes voor Niels gekocht. Moet even kijken welke maat het wordt. Want het valt allemaal zo verschillend. Dit is een pakje met dit broekje. En dan dit shirtje met AH erop. Ik dacht overigens dat het alleen het shirtje was. Die heb ik dus in 86 en 92. En dan zijn kersttrui part 1. Kijk eens. Die is toch leuk. Dan heb ik hier nog een broekje. Maar dat wordt dan sowieso dit broekje. Omdat ik die andere... niet wist van het bestaan van deze. Dus dat. Wij zitten lekker op de bank. Ik heb net... We hebben net weer een aflevering van Ozark gekeken. We vinden het wel een hele leuke serie, maar we zijn nog niet helemaal uit over het tempo ook wel hoog genoeg vinden. Nu gaat Sven een serie kijken. En ik zometeen ook.
bed opmaken, dat soort dingen. En dan gaan we lekker naar bed. Dus ik sluit de vlog bij deze weer af voor deze week. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Misschien is het opvallend dat ik iets minder probeer te praten. En iets meer te laten zien van wat ik doe. Of gewoon niks, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ja, dus het zullen wel wat kortere vlogs zijn, gok ik zo. Maar goed, ik ben benieuwd. Ik heb hem nog niet bewerkt, dus ik weet het natuurlijk niet. In ieder geval is dit hem weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doei!